Nou, we hebben in Tilburg de Tesla afgeleverd. Dus even kijken wat ze ervan vinden. Dat was natuurlijk moeizaam, heren. Briljant. Briljante auto. Briljante auto. Wat vond je er leuk aan? Ja, hoe dat hij eruit ziet. Ik vind hem prachtig. Aha. En ook van binnen. Hij zit lekker. En hij stuurt geweldig. En het feit dat hij zo mooi, prachtig accelereert, zo vloeiend. Ja, dat vind ik helemaal geweldig. Wat rij je nu dan? Die met de Volvo aan de overkant. Een V70? Ja. Oh ja, oké. En dat is vergeleken met dit? Dit stuurt veel beter. Ja? Dan word je... Dan word ik warm van. Ja? Ja. Wat vind je van het idee van elektrisch rijden voordat je dit had gereden? Ik was er al wel een beetje mee bezig van hoe dat zou zijn. Maar ik denk echt, ik zou zeker overwegen om een volgende auto vol elektrisch te doen. Als je dit zo meemaakt. Ja. En voor jou, wat was het voor jou? Met een wegligging en het sturen zo strak, zo eenvoudig, zo... Ja, en de bediening, nou, überhaupt dat je nergens een knopje... Ja, het enige, de alarmlichten, daar moeten ze volgens de weg een knopje voor hebben zitten. En het handschoenenkastje. Ja, en het handschoenenkastje, maar dat heb ik even moeten zoeken. Ja. Er zit ergens een knopje. En wat rij jij normaal? We rijden Prius. Oké. Plug-in. Ja. Maar dat is geen vergelijk. Geen vergelijk, hè? Ja. Nee, dat is een koffertje in vergelijking met deze. Maar ook de manier waarop je met zijn scherm alles wegwerkt. Alles zit in je scherm. Alles is touchscreen. En we hebben hem thuis nog heel eventjes, maar we dachten, we moeten ook even proberen op te laden. Ja. We hebben wel 10 minuten gezocht voordat we gevonden hadden dat die stekker achter dat lichtje. Zo mooi. Alles mooi afgewerkt. Alles aan de buiten. En jullie hebben dit gewonnen van New Motion, die hebben die proefrit gegeven. Hoe kwamen jullie daarbij? Nou, en dat was naar aanleiding van een enquête die zij rond hadden gestuurd en waar we uitgebreid op gereageerd hadden met... wat we vonden van New Motion, et cetera. Ja. Want je hebt een laadpaal van hun of zo? Een laadpaal van hun. Oh ja. Ja, en alle facturering loopt via de zaak, via de laadpaal. Ja. Dat is heel simpel. Dus je hebt eigenlijk al, maar je hebt zo'n plug-in Toyota, zeg maar. Zo'n, echte, die daar 10 kilometer al begint met... 20 kilometer draaien we ermee, maar dat is niks. Ja. Tegelijkertijd, afgelopen jaar hebben we wel, ik denk, een 8000 kilometer elektrisch gereden. Ermee. Van de? Van de 19.000. Dat is bijna nog toch 40%. Ja. En voor de rest, dat wil dus zeggen, qua benzine hebben we 1 op 38, 39 gereden. Ja, dat is dan toch aardig en dat zo. Dat is heel aardig. Dat doe je. Maar vinden jullie dit nu de standaard lease wakker worden? Van de drukkerij? Ja, hij is niet van de drukkerij. Oh, hij is niet van de drukkerij, Van de drukkerij, maar voor mijn werk. Ik denk dat ik het... Wat voor werk doe je? Ik ben bedrijfsarts bij de grootste arbeidsdienst in Nederland. Oh ja, dus je rijdt ook wat flink heen en weer. Ja, maar ik denk dat ik... Het is ook een erg goede installatie aan boord. Ik zou praktisch gezien, los van mijn vakantieritten, maar bij de cabinet, maar ik zou het hiermee... denk ik, heel goed kunnen redden. Nou, het aardige is, in Europa heb je dus overal van die snelladers, zoals in Oosterhout. En die zijn gratis en die zijn om de 200-300 kilometer. Ik denk dat ik nu ik dit meemaak, wij hebben een heel sterk merkenbeleid, maar ik denk dat... Doe de deur maar dicht. Gooi de deur maar dicht. Dat het er eigenlijk bij zou moeten staan. Oké. Nou, mooi. Dus wel het gevoel dat je goed kennis hebt gemaakt? Ja. Zeer. Oké. Alright, nou Tilburg is ook enthousiast op de blauwe Tesla.